ga het even heel kort hebben over kernwapens. Er zijn nog 21.000 kernwapens in de wereld, vandaag de dag. Waaronder heel veel in Europa, in Frankrijk, in Engeland. Amerikaanse kernwapens in Nederland, België, Italië, Turkije, Duitsland. En wat ons opvalt is dat er natuurlijk wel stappen zijn gemaakt de afgelopen jaren. Op het gebied van kernontwapening. Maar de nullijn is nog lang niet in zicht. En wat belangrijker is, is dat heel veel landen, eigenlijk alle kernwapenstaten, hebben aangekondigd dat ze hun kernwapenarsenalen zullen vernieuwen. Zullen uitbreiden in de zin van de capaciteiten die ze hebben. Dus we gaan wel naar langzaam iets minder wapens. Maar we gaan voornamelijk naar wapens die meer kunnen, preciezer kunnen en die makkelijker kunnen worden ingezet. EADS speelt een belangrijke rol in dit verhaal. Vooral als we kijken naar de Europese... context. En dan moet ik even mijn speakbriefje kijken. En dan kunnen we kijken zowel naar de financiering als naar de productie van kernwapens. En de middelen die je nodig hebt om een kernwapen te brengen op de plek waar je wil dat die ontploft. Daar eerst even over. EADS speelt een belangrijke rol. Vooral in het Franse kernwapenarsenaal. En EADS verdient miljarden en miljarden aan het vernieuwen van Franse kernwapens. Het bouwen van nieuwe lange afstandsraketten die nog verder kunnen. Die onder andere bijvoorbeeld vanuit Parijs kan je met die nieuwe raketten met gemak Teheran raken. Dus een van de redenen die ook wordt gegeven is dat we natuurlijk bang moeten zijn voor Iran. Maar tegelijkertijd wat we doen is dat we steeds nieuwer materieel bouwen. Waarmee we alleen nog maar harder Teheran kunnen raken en Teheran nog banger maken voor ons. Daarnaast is EADS ook betrokken bij het ontwikkelen van korte afstandsraketten. Die worden afgeschoten vanaf onderzeeërs. Maar ook bijvoorbeeld in de productie van vliegtuigen. Die kernwapens kunnen afschieten of kunnen laten vallen. Maar ook de raketten die daarbij worden gebruikt. Dat is een miljardenbusiness uiteraard, dat begrijp je. En EADS is daar een cruciale speler in. Interessant is ook dat het juist Frankrijk is wat zo ontzettend veel beroep doet op EADS als het gaat om haar kernwapenarsenaal. Omdat Frankrijk bij uitstek een land is wat bijna alle stappen op het gebied van multilaterale ontwapening tegenhoudt. Door veel mensen wordt nu al aangenomen is dat we ooit misschien wel tot zero komen en dan daarna dealen we nog wel met die Franse wapens. Dus het is interessant om te zien dat EADS juist in het Franse kernwapenarsenaal een belangrijke rol speelt. Dan mag ik ook nog even aandacht vragen voor de financiering. Want het gaat natuurlijk niet alleen om EADS zelf. Het gaat ook om hoe ons belastinggeld, maar ook ons consumentengeld bij EADS terechtkomt. En bij de kernwapens waar EADS bij betrokken is. De organisatie waarvoor ik werk, IKV Pax Christi, samen met een heleboel andere organisaties, verzameld in een netwerk dat heet ICAN, de International Campaign for the Abolition of Nuclear Weapons, heeft onlangs een rapport uitgebracht. Dat heet Don't Bank on the Bomb. Ik heb hier een soort van printje van de voorkant. Zoek het op. Het is een soort van wereldwijd onderzoek. Nou, in ieder geval topje van de ijsberg van de financiering van kernwapens. Dus het gaat over alle landen, alle regio's. EADS speelt daarin ook weer een prominente rol. Zeker als het gaat om Europa. Ik ga er niet verder heel erg op in, je moet het rapport maar lezen. Wat mij gelijk al opviel is dat er 46 banken zijn wereldwijd die geld lenen of aandelen hebben in EADS. En die komen uit 16 landen en het zijn niet alleen maar de meest verwachte landen. Rusland bijvoorbeeld is ook een Russische investeringsmaatschappij die is vrij zwaar investeert in EADS. In Nederland zijn er drie bedrijven die we hebben gekeken. De belangrijkste daarvan is de Inbank die nog steeds geld leent aan EADS en daarbij geen regels stelt aan EADS waar ze het voor mogen gebruiken. Het is ook interessant, ik hoorde net dat niet iedereen naar binnen mag die een aandeel heeft, want je moet je eerst registreren bij de bank. En dan is het dus de Inkbank. Als je bij de Triodos een bankrekening hebt, dan kan het niet, want Triodos heeft al wel regels. Die zeggen je mag niet investeren of aandelen kopen in EADS. En wij vinden dat de Inkbank zo snel mogelijk ook zo'n stap moet nemen. Dat rapport probeert mensen te overtuigen, maar ook de banken te overtuigen om te desinvesteren in dit soort bedrijven en dit soort praktijken. Ik ga er niet verder op in, want daarvoor hebben we geen tijd. Maar een greep uit de redenen die worden gegeven in het rapport waarom dat zou moeten, is natuurlijk vooral dat het hier gaat om inhumane wapens. Het gaat hier om wapens
waarmee je geen onderscheid kan maken tussen militairen of burgers, tussen wat voor soort doelen je bestookt. Daarnaast zijn deze wapens illegaal, in ieder geval in gebruik. Dat is ook uitgesproken door de rechtbank. Productie is niet per se illegaal, maar gebruik wel, dus waarom zou je ze nog produceren? Er is natuurlijk veel milieuschade, zowel bij het gebruik uiteraard, maar veel meer ook bij de productie. Maar ook bij de verwerking van kernwapens, maar ook bij het uiteindelijk weer afstoten van kernwapens komt veel meer schade. Verder is het uiteraard nogal een inkopper in bedreiging voor de vrede. Maar meer naar de bedrijven toegericht. Kunnen jullie het nog überhaupt een beetje horen? Nee, dit doet het niet. Verder proberen we aan de banken duidelijk te maken dat er sprake is van reputatieschade. Dat er een risico is van een publieke boycott. Ja, at the moment, yes. Dat het een onveilige investering is, want die kernwapens moeten uiteindelijk weg. Dus waarin investeer je nou eigenlijk? En dat het heel specifiek in tegenspraak is met het non-proliferatieverdrag. Waarin in 2010 al deze landen hun handtekening hebben gezet onder een actieplan. Waarin staat dat ze de rol van kernwapens zullen terugdringen. Dus het investeren in vernieuwen van kernwapens is in directe tegenspraak met... dat verdrag wat zij hebben getekend, of dat actieplan wat zij hebben getekend. Concluderend, ik ben blij dat we hier met z'n allen zijn om hier aandacht voor te vragen. No. We hebben het hier heel erg over de rotte appels in het toch wel niet zo frisse fruitwinkeltje van EADS. En er zijn verschillende mensen wiens gedrag wij vandaag vragen te veranderen. Ten eerste EADS zelf, wat beter op zijn eigen appeltjes moet letten. En de vieze appels moet afstoten en uit zijn winkel moet gooien. Maar het gaat hier ook om de consumenten die we wijzer moeten maken over wat voor appels ze kopen en hoe giftig sommige van die appels zijn. En het gaat hier ook om de investeerders die het mogelijk maken aan het winkeltje om dit soort appels in de schappen te leggen. En die proberen we te overtuigen om regels te stellen aan het fruitwinkeltje over welke appels wel en welke appels niet. Ik ga zelf niet mee naar binnen. Ik wens jullie veel succes de mensen die naar binnen gaan. Ik heb begrepen dat er al hele mooie vragen gesteld gaan worden over de kernwapens. En daar wou ik jullie voor bedanken.